De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken gaat het Gronings Ontzet vernieuwen en verjongen. Het jaarlijks terugkerende Gronings Ontzet wordt op 28 augustus gevierd. Op deze dag heeft Groningen in 1672 het beleg door de bisschop van Münster doorstaan. Dit jaar wordt het festival al op kleine schaal vernieuwd. Nieuw in het programma is in ieder geval wat erg opvalt, is het zogenaamde reenactment. Dan moet je je voorstellen dat er allerlei mensen in een 17e-eeuws kostuum, en met name militairen, een kampement hebben gemaakt waar zij, waar zij bivakeren, waar wat exercities plaatsvinden. Met musketten geoefend. Nou, in ieder geval een heel leuk tafereel om naar te kijken. In 2022 wordt er tijdens de viering van het 350-jarig bestaan groots uitgepakt. De komende jaren zal er meer aandacht zijn voor de geschiedenis van het ontzet. Het is erg belangrijk dat alle Groningers weten dat er een hele bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden in het rampjaar 1672, hier in Groningen. De stad Groningen was de eerste die zich wist te ontdoen van de belegeraars. Vanwege de teruglopende belangstelling voor het ontzet zal de vereniging zich komende maanden meer focussen op de jeugd. Wij hebben ook oefeningen met drones. En op het Hoge der Aa is ook een plek ingericht waar jeugd geïnstrueerd wordt om programma's te maken. Dus met name de digitale wereld wordt daar wat naar voren gebracht. En daar willen wij ook meer op inspelen. In het kader van educatie willen we ook een lesprogramma maken waar op een interactieve manier kennis wordt gemaakt met het ontzet van Groningen. Door de uitbreiding van het festival zullen er hogere kosten ontstaan, waardoor de viering in de toekomst wellicht niet meer gratis is. We proberen dan zoveel mogelijk in de binnenstad te doen. Dan is het heel moeilijk om entrees te heffen. Doen we ook niet, maar we willen wel heel graag dat iedereen lid of vriend donateur van Volksvermaken gaat worden. Samen met andere partijen zullen de dagen rondom het ontzet worden gevuld met activiteiten en de zomerkermis. De viering zelf vindt plaats op 28 augustus. Thank you.